Ik ben Corien Bortman, lid van het Europees Parlement voor het CDA. En op dit moment ben ik rapporteur voor de herziening van het Stabiliteits- en Groeipact. En leid ik ook het team van rapporteurs op de 6 wetgevingsvoorstellen om het economische bestuur in Europa te versterken. Voorzitter Barroso, ik wil u in dit huis een vraag stellen over het Europese noodfonds. Er zijn vooral 3 punten waar het parlement meer ambitie wil zien in dit wetgevingspakket. Het eerste is dat er meer automatisme moet komen in het toepassen van de regels. Dat hebben we in 2005 gezien toen Frankrijk en Duitsland de begrotingsspelregels overtraden. Toen heeft de Raad gezegd, oh, het is even niet zo erg, dat mag wel. Nou, dat moet tot het verleden behoren. Dus wat het parlement betreft, moet als de commissie met een bepaalde aanwijzing komt of een oordeel, mag de Raad dat alleen wijzigen met een gekwalificeerde meerderheid. Dus het wordt bijna onmogelijk voor de Raad om dat te veranderen. En zo hoort het ook, een op regels gebaseerde benadering. Tweede punt wat het parlement heel belangrijk vindt, dat is dat het nationale eigendom, het nationale verantwoordelijkheid voor deze eurospelregels en ook voor het macro-economisch toezicht, dat veel meer gewicht krijgt. Daarom willen wij ook dat de doelstellingen van het Stabiliteits- en Groeipact vastgelegd worden in nationale wetgeving. Dat een stabiliteitsprogramma, voordat het naar Brussel wordt gestuurd, en ook een programma in het kader van het Nationaal Hervormingspakket, voordat dat naar Brussel wordt gestuurd, goedgekeurd wordt door de nationale parlementen, zodat die daar ook de verantwoordelijkheid voor nemen. En het niet alleen maar een administratieve procedure is. Ambtenaren die stellen een plan op, sturen het naar Brussel. En vervolgens komt in de onderhandelingen over de begroting, stemt de regering maar in met maatregelen om bij wijze van spreken het begrotingstekort uit de hand te laten lopen. Daar moet echt wat aan gebeuren. En in dat verband is het ook heel belangrijk, vinden wij het heel belangrijk, dat in elke fase ook de sociale partners actief betrokken worden. Derde hoofdpunt voor het parlement is dat we hebben 2 benen nodig om te lopen. We hebben de macro, de monetaire poot. Nou, daar heb ik toelichting op gegeven. Die moet veel steviger. Maar ook de economische poot van de samenwerking. En niet alleen maar als het uit de hand dreigt te lopen met macro-economische onevenwichtigheden. Maar ook als het gaat om het versterken van de concurrentiekracht. Zowel binnen Europa, de ongelijkheden die er zijn. Als ook de concurrentiekracht van Europa als speler op het wereldtoneel. En dat hebben we met elkaar vastgelegd in de EU 2020-strategie. Maar dat is nog veel te veel alleen papier. Dat moet veel meer realiteit worden. Dus dat is wat ons betreft ook een integraal onderdeel van dit wetgevingspakket. Wij vinden het heel belangrijk dat bij alle voorstellen dat de sociale partners actief betrokken worden en dat die ook volledig erkend worden in hun rol. He, wij hebben als Nederland als geen ander de traditie van collectieve loononderhandeling. Dat moet gewoon volledig tot zijn recht kunnen blijven komen in de toekomst. Betekent wel, en in die zin gaat er wel wat veranderen, dat als bijvoorbeeld in een land de productiviteit niet stijgt of daalt, maar de lonen blijven stijgen, ja, dan gaat er wel een rode lamp branden en dan komt dat ook in een rapport van de Europese Commissie over die lidstaten staan. Maar dan is het vervolgens aan de lidstaat om te kijken hoe ga ik dat oplossen. En dat is een cruciaal onderdeel van dit pakket. Want waarom is het in Portugal fout gegaan? Juist op dit punt.